Ja, nou zeg het maar. Wat vind je ervan? Ja, geweldig. Echt zo'n schip hier, een locatie. En ik zie het stadion hier al eigenlijk helemaal voor me hoe het gaat worden. En ja, ik heb er echt zin in. Jullie kwamen aanrijden. Ik zag jullie ook gelijk zo kijken van waar komt het, hè? En wat een prachtige locatie. Ja, het was eerst even kijken van nou, het lijkt wel heel smal hier. Maar nu werd een beetje uitgelegd hoe het stadion precies komt te liggen. Waar de warming-up velden komen. En dat wordt echt top. Ja, want hier moet het gaan gebeuren voor jullie in de poolfase, hè? Ja, zeker. Nou, en nog een stukje na de poolfase ook. Ja, hier starten we het toernooi en ik denk dat wel goed gaat komen. Ja, dus het begint wel te kriebelen als je hier staat. Nog 100 dagen, we zagen het net op het bord staan. Ja, eigenlijk, ik ben er eigenlijk nog vrij weinig mee bezig met WK. Maar als je dan hier bent zo op locatie en dan weet van, nou, hier gaan we het toernooi spelen, dan krijg ik echt zin in. Ja, want hoe bijzonder is dat, een WK in eigen land? Ja, super speciaal. Ook omdat we de titel mogen verdedigen. En gewoon thuis, ja, je hebt gewoon je vrienden, familie. Iedereen is hier gewoon fans om je aan te moedigen. Dat is wel anders dan in het buitenland, want er zijn er gewoon veel minder mensen. Het is bijna alleen maar de staf die er is. Ja, dat is gewoon echt een kick om voor te spelen. En dat geeft je gewoon extra stimulans. Ja. Zijn er ook al vrienden, kennissen die dan vragen om kaarten? Van, kan je iets voor mij regelen of niet? Ja, dat blijft maar doorgaan. En dan is het elke keer, ja, even wachten. 30 maart, dan krijgen we te horen wanneer we ze echt precies spelen. Ja, maar dat is, ja, iedereen wil komen kijken en dat is ook leuk. Hoe verloopt jullie voorbereiding op dit WK? Ja, echt goed eigenlijk op dit moment. We zijn nu inmiddels een aantal weken terug van trainingstage in Florida, 4 weken geweest. En we gaan aanstaande maandag gaan we naar Tenerife voor 12 dagen. Gaan we ook weer trainen, vooral weer oefenpotje spelen tegen de Europese topteams. En daarna zijn we nog kort in Nederland en begint het eerste toernooi in China. Wereldkampioen worden is al een hele prestatie, maar je titel verdedigen lijkt me nog veel en veel lastiger. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja, eenmalig worden, dat gebeurt inderdaad niet zomaar. Dat komt er uit het niks, maar inderdaad om te verdedigen, ja. Want dat kwam toen echt uit het niets, hè, in Polen? Ja, eigenlijk wel. We stonden daar 13e geplaatst in het toernooi. En we hadden zelf niet echt het idee dat we daar kwamen om een titel te gaan winnen. We waren daar gewoon om een mooie prestatie neer te zetten, maar we hadden niet verwacht dat de wereldtitel zou worden. Heb je nu ook het echte idee dat de ogen wel op jullie gericht zijn eigenlijk? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant ook weer niet. We hebben vorig jaar wat minder jaar gehad voor wat we eigenlijk zelf wilden. En dat soort... Beetje zand in de ogen strooien van je concurrentie. Ja, dat zeggen er een hele hoop, maar ja, wij denken er zelf iets anders over. Ja, en je merkt toch wel, daardoor zijn voor ons, de verwachtingen zijn niet minder hoog. Want we willen nog steeds gewoon hier voor het hoogste gaan. Maar je merkt wel dat het anders is geworden. Ja. Ik sprak net een beetje met je teamgenoot. Die zegt van, ja, er zijn zoveel koppels die wereldkampioen kunnen worden. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld de afgelopen jaren kijkt hoeveel teams, verschillende teams, medailles hebben gewonnen. Vooral op de derde plaats was het dan. Want de eerste plaats die werden vaak wel echt door de topteams gewonnen. Maar er zijn heel veel teams die medailles hebben gehaald het afgelopen jaar. Heel verschillende teams. Dus ik denk dat het zeker een stuk breder is geworden qua niveau. En dat is zeker waar. Wat heb jij met de stad Rotterdam en waarom vind je het leuk dat jullie hier spelen? Nou, allereerst de locatie, toen we dat al te horen kregen, was het al echt iets speciaals. En hadden we zoiets, dat is wel echt een plek waar we zouden willen spelen. En daarnaast, dit is een plek waar ik al jarenlang studeer, dus ik kom hier nogal regelmatig. En dat geeft me toch wel iets extra's in deze stad ten opzichte van anderen. Dus Rotterdam had jouw voorkeur? Ja, zeker. Rotterdam had de voorkeur van mij.